Een zeer, zeer, zeer goeiemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dieter Remes. Nog altijd. En dat zal altijd zo blijven. Ik ben nu lekker heerlijke tasje koffie. Heerlijke tasje koffie aan het maken. Even de pot uitspoelen natuurlijk. En dan, wat ik gisteren heb gezegd, ga ik s'avonds al aan beginnen. Ik ga s'avonds ook al wat afwas doen. Dus dat dat ook al achter de rug is. Dan ga ik hier ook wat opruimen. Dus zowel de eettafel als... hoe moet ik het zeggen? Mijn zetel, die moet ook nog opgeruimd worden. Voilà. Ik ga nu de koffie toevoegen. Ja, de koffie. De water bij de koffiemachine. Ik zal het zo zeggen. Ik ga jullie meenemen. Hoppa. Daar gaat hem. Alles erin. Valessa, de koffie daarin, dan, nee, die staat hier, TV3, dit hier nemen, koffiefilter, oh mannetjes, ik had een jeukende neus, dan plooien we dat toe, aan de ene kant, dan aan de tweede kant plooien we dat ook weer op toe. Voilà. Dan steken we dat daarin. En dan moet ik nog de koffie openen. De koffie. Dit hier, voilà. Dan ga ik jullie wel even moeten neerzetten. Voilà. Dan gaan we dit hier eens openmaken. Dan zouden ze ook wel de afval wel weggooien in de vuilzakken. Ik wil dat hier niet rond laten slingeren. Voilà, het is open. Dan nemen we onze pot erbij. Daar halen we onze lepeltje eruit. Dan, ik heb hier nog wat koffie van een vorige, maar dat was niet genoeg voor koffie te kunnen zetten. Voilà, die is ook op. Oei, ik heb wel gesmodderd. Dan breng ik een doekje erbij. En die maak ik wat nat. Voilà. En nu ben ik dat hier op aan het wrijven. Ja. Daarna maak ik nu de grote pak open. Voilà. Die klop ik uit. Daarna gaat al de koffie wat hierin zit, van nou uit in mijn potteke. Voilà, hij zit er nu bijna in helemaal. Hij is bijna gevuld. Oeh, lalalala. Hij is goed vol. Voilà. Daarna gaan we terug naar het koffiezetapparaat. Dus ga ik jullie wat draaien. Voilà. Dan doe ik daar 8 lepeltjes in. Nee, 6 en een beetje. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en een beetje. Voilà. Dan heb ik altijd een heerlijke goede koffie. Dan zet ik de koffiemachine nog aan. Voilà. En de koffie kan doorlopen. Nu gaan we de volgende stap doen. Dit hier nu opruimen van de koffie. Voilà. Ja, ik was een klein beetje aan het rijden. Ik was mijn vod aan het zoeken. Ik ben daar hier ook nog wat aan het opgeven. Voilà. En dan zie je ook nog eens goed schrijven. Ja. Voilà. Goed bezig, Dimi. Goed bezig. Voilà. Nu zeg ik ook tegen mijn schatje, de koffie is door aan het lopen. En dan zegt ze niks terug. Ze deed een duim omhoog. Ah, ze deed de duim omhoog. Oké, ja, dat zagen we niet. Dus de duim kan omhoog voordat de koffie aan het doorlopen is. Daarna ga ik ook, ziet je al. Ja, hoho. 1 krat. En daar is er nog een tweede krat. Ja. Hier zijn veel kratjes. Even de karton ook weggooien. Voilà, die zien jullie beter. Ja. Wat kan ik hier dan nog weggooien? Dat is daar van de koffie. Dan heb ik hier wat meer papier. En dan moet ik jammer genoeg iets teleurstellen. Want ik heb zelfs gehoord van mijn vader. Deze autootje is al verkocht. Jammer. Jammer en helaas. Dus we zijn nu ook nog verder zelf bezig aan mijn boeletje. En dat komt nog wel goed. Dus s'avonds na het ontbijt doe ik de afwas. Nu ben ik in een snel tempo de tafel vrij aan het maken. Tafel schoonmaken. Dat we daar deftig kunnen eten. Want ik pak jullie echt overal mee, dat zien jullie. Kijk dat ik iets hoorde op mijn gsm. Zal ik eens kijken. En dat was bij haar. Oké. Oké. Dan de tafel nog gewoon afruimen. Dus je ziet zo gelijk de glas voor af te wassen en al. Die staat hier. Bepaalde dingen. Dus ik ga ook even hier verder opruimen, mensen. Zowel hier de tafel als de zetel. Daarna loopt de koffie ook nog door. En dan is de koffie klaar, dan is ook de ontbijttafel klaar. Als de ontbijttafel klaar is, daar zal ik dan ook nog eens even een foto van maken. Die steek ik hier dan ook weer al intussen. En dan ja, gaan we nog zien wat we nog gaan doen vandaag. Hoogstwaarschijnlijk nu even voor het begin van de dag. Laat me denken, een film. Ik weet nog niet wat, maar we zien nog wel. Zo, de afwas is gedaan. En kijk wat voor een mok dat mijn schatje gaat krijgen. En daar is iets heel speciaals aan deze mok. Ik kan jullie het laten zien. Ik ga de koffie erbij pakken. Ze heeft haar eigen melk en haar eigen suiker. En kijk, ik kan die nu vullen. Normaal gezien moet je subiet de resultaat zien. Als het nog te goed werkt. Ik ben nu zelf met jullie mee aan het kijken. Jawel, je ziet het al aan het veranderen. Jawel, oh, het ziet er zo mooi. Ja, en nu weet ze al welke mok dat ze gaat krijgen. Ja. Welke? Die hartjesmok. Ja, die hartjesmok. Omdat ik van haar hou. Oh, liefde. Dat is altijd zo schoon. Heel schoon. Dat is waar. Ja, schatje. Ja, kijk, nou, dat is mijn melk. Dat is haar melk. Ja. En dan was het jij aan het kijken? Noemt die vrouw weer? Shamili Badou. Shamili Badou, oké. Okay. De foute keuze die ik maakte plus tips storytime. Oké okay, dan. Ik ga nu verder. Is dat interessant? Ah, oké. Okay. Ik ga nu de ontbijttafel klaarmaken, want ik moet deze hier ook nog helemaal opruimen. Want anders kan hier niemand aan zitten. Dit is van de computer, dus dat kan hier bij de computer. De computer is deze nacht niet uitgegaan. Ze heeft het letter D-station is gehaald. Nu is hem nog de G bezig. Dan moet hij nog de H, de I, de G en de K. De K van kom erbij, kom erbij, kom erbij, kom erbij en abonneer je. Eens even kijken. Dus dat kan nog weggegooid worden, dat kan nog weggegooid worden. Dit kan weggegooid worden. Ah ja, en dan nog, we zitten al redelijk ver al in de vlog. Ik was eens even naar buiten aan het kijken. Redelijk ver al in de vlog. We hebben nog geen Pimpompet gespeeld. Oei, oei, oei. Pimpompet time. Zoiets. Als de paar dingetjes heb weggegooid. Dat is papier. Twee papier. Restafval bij restafval. Voilà. We gaan nu de Pimpompet tijd doen. Even gauw. Vandaag beginnen we met de letter R. De R. Voilà, ik was al met de R al bezig. Iets waar geluid uitkomt. Ja. Ik heb al eentje. Deze mag dan niet gebruikt worden, hè. Radio. Bezigheid waar je bij beweegt. R. Deze mag je dan ook weer al niet gebruiken. Roeien. Roeien, 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 roeien. Voilà. Laat in de reacties weten welke dat jullie nog weten. En dan, ja, zo blijven we ook wel een klein beetje interactief bezig. Maar nu, eerst. Hup, weg ermee. Njoink. Weg ermee. Deze, die gaat binnenkort naar de containerpark. Oftewel, wat we daar ook mee kunnen doen, is een muis-wijp-compo doen. Voor de vijfste, deze muis te werpen. Om een gaming evenement. Dus ik ga die muis nog wat bijhouden. Voilà. Die toetsenbord, die gebruiken we heel vaak. Dus die gaan we niet weggooien. En we gewoon terug naar mijn computer brengen. Dan de beschuit. Ik kan naar de keuken toe. Voilà. Curry ketchup. En de volle voor deze avond, die kunnen ook naar mijn keuken toe gaan, want die hebben we nu ook nog niet nodig. Voilà, mijn ketchup wegleggen, mijn andere ketchup wegleggen, tomatenketchup, mijn volle in de kast zetten, voilà. Dan heb ik hier nog mijn klontjes suiker nog nu op tafel staan. Deze ga ik ook even van tafel ruimen. Voilà, de sandwiches gaan even van tafel. Schat, moet jij ook sandwiches eten of niet, zelfs? Nee. Wilt jij ook nog zelfs sandwiches, ja of nee? Eentje, oké. Okay. Dan kan ik straks misschien nog naar de winkel gaan voor weer al op sandwiches bij te kopen voor morgen. Dan hebben we hier nog de dinosaur koekjes voor mijn schat voor deze avond. Die ga ik hier bij de koekenkast leggen. Voilà. Ah, ik heb ook nog een andere pak, oké. De cola, die ga ik ook hier op zijn plaats zetten. Wat ik alleen nog niet moet bijkopen volgende week is Fanta en melk. Want mijn melk begint al wat op te geraken. Ja. Je zit één ding vergeten te geven waardoor ik mijn koffie niet kan gaan drinken. Ah ja, een lepelke. Een koffielepel. Oei, 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 oei. Voilà, alsjeblieft. Kan gebeuren, hè mensen. Kan gebeuren. Dan de twee scharen die ik ga wegleggen. Dan een vod. Voilà. Tafel is goed afrijven. En dat we zelfs goed kunnen RummyCuppen of iets anders spelen. Dan mijn ontbijttafel klaarmaken. Dat is met de grote mok. Dan de onderlegger voor de koffie. Ja, 's morgens vroeg ben ik redelijk veel dingen al bezig voor te kunnen beginnen te ontbijten. Nu is mijn maag ook wel opgestart dat ik zo productiek of zoiets bezig ben. Heeft mijn maag gezegd van oh, je moet nog wel een fris ontbijten, hè. Ja, het komt wel aan. Het komt wel aan, mijn ontbijt. En voilà. Daarna ga ik ook nog weer al. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik moet nog eens leren en iets anders eten. Hè. De choco gaat erbij komen. Voilà. Ik moet wel eens eerlijk eens... een sponsorcontract eigenlijk eens bijeen krijgen. Van Nutella. Dus dan weten jullie dat. Wow. Schatje, sandwiches hebben. Ah, godverdomme. Ik heb beschimmelde sandwiches. Ik vind dat... Dat ziet er toch niet vies uit. Het is gewoon nog wat groene... puntjes op, dat noemen ze schimmel. Oké. En zij vindt dat vies, ja, oké. Maar ja, dat is een natuurlijk proces waar daar in de gang zit. Dus die microben die zijn daar die sandwiches aan het opeten. Ik ben nu nog aan het denken. De sandwiches zelf moeten nog op tafel. De koffie staat op tafel, mijn mok staat op tafel. De suiker staat op tafel, mijn messen zitten op tafel, mijn grote soeplepel staat nog niet op tafel, boter staat nog niet op tafel, melk staat nog niet op tafel. Ja, dit is wat ik allemaal 's morgens vroeg allemaal moet doen, man. Vooral dat ik kan ontbijten. Voilà. En nu ga ik mijn sandwiches klaarmaken. En dan... ga ik lekker eten. En dan komt zij s'avonds af ook voor een sandwichje te eten. Ik weet niet wat zij gaat eten. Maar ik laat de tafel gewoon gedekt. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo yo yo. Piepelooi. Even kunnen iets doen. Nee, ik zit niet meer aan Pimpompet te draaien, dames en heren. Als jullie dat geluidje denken van oei, het is gewoon de Pimpompet aan het draaien. Nee. Ik ga s'avonds of straks hier achter mijn computertje kruipen. Ik ga mijn vlog in elkaar steken, die van gisteren. Deze hier, die toestelletje, die ga ik in de oplader gooien. Want ik zie dat die nog maar 56% heeft. En ja, ik wil daar ook nog vandaag mee kunnen filmen. Nou, tot straks allemaal. Jojojo. Zo, ik ben hier nu nog heel eventjes in de namiddag leuk RummyCup aan het spelen tot vanavond. Ondertussen zit ook Spotify daar aan, heel mooi. Op de boxen, ginder, voilà, daar komt het muziek uit. Dus top, top, top. En ja, hopelijk ga ik veel winnen, hè, mensen. Hopelijk. Allee, dus ik ga mijn best doen. Zo, na RummyCup. En nou ook nog wat, de muziek staat nog altijd op van Spotify. Heb ik hier de tafel gedekt met een heerlijke volle voor. En de kroketjes staan nog op. Kijk maar mensen. Oh ja. Lekker goudbruin moeten ze zijn altijd. Je ziet ook wel misschien. Ja, dat is nog van een andere verpakking. Maar het gaat ons echt smaken. Voilà. Ah ja, en voor ook in de toekomst. Ik ga nog even gauw nog dit zeggen. Ik ga geen namen meer noemen in mijn vlog. Ik bedoel, alleen de mensen die het graag ook eens willen, hun namen in mijn vlog voorkomt. Dat laat ik dan weer wel toe. Maar niet eerder. Voilà. Dus oftewel zei het nu gewoon mijn vrienden, of mijn maatje, of mijn geburen. Maar geen namen meer. Punt. Ik ga mijn friteuse nu terug uitzetten. Voilà. Al deze kroketjes. Hop, 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 hop. Goed uitschudden altijd. Voilà. Die gaan hierin. Voilà. En dan is het bon appetit voor de eten. En nu nog gewoon de friteuse uittrekken. Dat hem niet automatisch zich terug kan laten opwarmen. Maar waar is mijn deksel? Oké, ik heb mijn deksel. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ga lekker eten nu. Jojojo. Zo, na het avondeten is mijn kameraadje, mijn maatje of zo, terug naar home. En ik krijg weer al, dus je ziet het, ik ben weer al pas aan het vloggen en ik krijg weer al meldingen. Nee, dus we gaan nu nog leuk naar een film kijken. Ik heb nu alles even terug wat vandaag veel is gemaakt in de week gezet. Dat dan morgen dan gemakkelijker is om af te wassen. Ook weer al heerlijk warm water. Voilà. Mijn computer is uitgezet. Vlog op tijd online. Top. Mijn bureaustoel die staat aan de tafel. Daar heeft mijn beste vriendinnetje in gezeten. En nu ga ik de vlog ook beëindigen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op mijn belkje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream er is. Mensen, ik weet niet wanneer dat jullie deze vlog kijken. Maar maak er nog een hele leuke dag van. Of als je naar een andere filmpje gaat kijken, nog veel kijkplezier. Tot later.